Gert Kruis, leuk als je een tijdje bij een training staat te kijken, dan vang je nog eens wat op. Er is eigenlijk wel weer vertrouwen in Sparta voor komende vrijdag. Het kan snel gaan in die voetballerij. Nou ja, ik heb na de wedstrijd gezegd, het was een reactie na afloop. Toch, ja, heel gek. Best wel iedereen, gezicht stond goed. Maar je kreeg vlak voor tijd de 1-1. Dus dan zou je denken van, nou, een enorme dompen. Men zit te neergeslagen. Iedereen is te neergeslagen. Nee, in tegendeel. Iedereen had zoiets van, nou, we kunnen het toch gaan doen vrijdag. Het is een wedstrijd geweest, afgelopen wedstrijd, waarvan ik vind dat Eindhoven wel wat makkelijker speelde. En wij hebben daar heel veel strijd tegenover gezet. Nou, en dat leeft wel enorm bij die jongens. Als men dat bedoelt, dan voel ik dat ook wel. Ja. Was je daarover het meest tevreden, over die strijd die er weer was? Ja, dat heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Hè. Er is ook alweer heel veel over gezegd. Het is ook het minimale wat je al kunt brengen. Maar gelukkig was het er nu wel. En ja, we weten dat we in de knock-out fase zijn. We weten erop of eronder morgen. En dat moet minimaal ook weer hetzelfde zijn. Morgen alles geven. En ditmaal wel, denk ik, proberen ook als we zelf de bal hebben om een aantal keren wat beter uit te komen. En een vooruitvak, hè? Straks in Eindhoven, dat is ook wel mooi. Ja, is wel tof. Want ik krijg ook een hele hoop mee. En ik weet ook wel dat is terecht, dat men heel erg ontevreden is geweest. En nog steeds misschien wel. Maar ze zijn er toch. En ook de afgelopen wedstrijd was het publiek gewoon heel goed. En dat is ook voor iedereen bij Sparta, voor ons, voor de spelers, voor de trainers. Toch wel heel mooi dat er veel mensen naar ons toe komen. Jij voorspelde maandag naar de wedstrijd al. Het wordt een slijtageslag in de return. Ja, tuurlijk. We moeten diep gaan. Maar Eindhoven ook. Eindhoven zal op twee gedachten hinken. Moeten we nou aanvallen of moeten we nou onze 1-1 consolideren? Nou, wij weten één ding. We moeten minimaal één keer scoren. En dat hebben we ook geprobeerd om te trainen. Maar je moet ook de poort niet openzetten. Want we hebben geleerd van een paar weken geleden in Eindhoven, toen we vrij open speelden. Nou, toen waren we kansloos. Dus we zullen wel gedoseerd moeten aanvallen, maar we weten wel wat we moeten doen. Heb je dat duel, die 4-0, dan nog teruggekeken of niet? Ja, tuurlijk. We hebben daar een heleboel beelden uitgehaald van waar we niet goed stonden. En dat hebben we ook gebruikt in de aanloop naar de afgelopen wedstrijd. En in de afgelopen wedstrijd hebben we ook weer een aantal situaties gezien wat toch wel een stuk beter kan. En dan doe ik ook wel op het vrij makkelijk geven van de voorzetten bijvoorbeeld. Dus dat moeten we wel beter doen. Er zijn een heleboel dingen die je nog in korte tijd wel even terug kan laten komen en die jongens laten zien. Als ik naar de training kijk, dan ga je niets veranderen, in ieder geval in de basis zelf, hè? Nou, ik ben nog aan het denken. We zijn nog aan het nadenken. In principe stond het team vrij goed. Maar we hebben natuurlijk Mario Bilate, die natuurlijk ook levensgevaarlijk kan zijn. Alleen Mario heeft een tijd niet gespeeld of weinig ritme. Dus de vraag is, moet je met hem beginnen of niet? Nou, we hebben nog één dag. We hebben een aantal opties en dat is er één van. Maar heel veel veranderen gaan we niet. Michel Breuer verlaat de training vroegtijdig. Hoe gaat het met hem? Hij heeft een liesblessure, dacht ik, hè? Ja, hij kreeg wat last van zijn lies. Nou ja, Michel loopt lang genoeg mee om te weten van, dan moet ik stoppen. Ik ga ervan uit dat hij kan spelen. Maar dat wachten we wel even af. En anders wordt het Christiane van Berkel, zeg ik. Ik denk dat dat wel de meest logische keuze dan is. Verloren, dat zeiden we net al, met 4-0 eerder dit seizoen. Je kan ook zeggen, we hebben daar één keer gewonnen dit seizoen. De enige overwinning van Sparta, dat was in hetzelfde stadion. Ja, dat was nog een tijd geleden. Ja, nee, goed. Ik heb al gezegd, dit is zijn wedstrijd op zich. De emoties liepen hoog op afgelopen maandag. Ik verwacht dat morgen trouwens weer, want de ploegen gaan erop. Het moet wel natuurlijk allemaal binnen de proporties blijven. Maar ja, ik denk wel dat onze groep er alles in knalt. Hoe lang duurt het seizoen van Sparta nog, denk je? Nou, hopelijk nog wel een paar weken en daar gaan we ook wel vanuit, want we zullen er alles aan doen.